Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 Ajax Career Mode. In deze aflevering gaan wij spelen tegen Arsenal in de laatste 16 van de Europa League. En we gaan natuurlijk spelen in de Eredivisie en bij wie het ook nog is een wedstrijd in de Oranjebeker, de KNVB-beker. Dit wordt sowieso een simulatiewedstrijd. Maar we gaan even naar onze kalender toe en dan gaan we eerst even kijken wat we in de vorige aflevering hebben gedaan. Want dat ging echt heel erg goed. Volgens mij hadden we toen tegen Feyenoord gespeeld. Dacht ik. Of had begonnen hier ergens. In ieder geval, we hebben echt heel veel gewonnen. Alleen maar gewonnen. En we hadden toen tegen Sporting 1 keer gewonnen en daarna nog gelijk gespeeld. Dus ja, we waren gewoon doorgaan naar de volgende ronde. Hartstikke mooi. Dat hebben jullie allemaal gezien in de vorige aflevering. In ieder geval, vandaag beginnen wij met de wedstrijd tegen Vitesse die we gaan simuleren. Dan hebben wij FC Twente. Die gaan we waarschijnlijk ook simuleren. Want die zijn denk ik in het rechte rijtje. Dan hebben wij 4 dagen. Dus dat is wel heel erg lekker. En dan hebben wij de eerste wedstrijd in de laatste 16 van de Europa League tegen Arsenal. En ja, Arsenal. Het is natuurlijk best wel een goed team, maar ze zijn niet meer zo goed zoals ze vroeger waren. En als ze gewoon goed spelen, dan denk ik dat we wel gewoon door kunnen gaan. Thuis moeten we sowieso winnen. En als we dan uit minimaal gelijk weten te spelen, ja, dan moet het gewoon goed gaan komen. Dan moeten we gewoon doorgaan naar de volgende ronde. Mijn doel is natuurlijk ook om gewoon de Europa League echt te proberen te winnen met Ajax. Om het gewoon eigenlijk goed te maken voor de fans, want we zijn uitgeschakeld in de Champions League. En verder hebben wij zeker weten wel die kwaliteiten om dit gewoon te kunnen. Verder hebben wij nog een wedstrijd tegen AZ. Dus die gaan we denk ik ook spelen. Ik denk dat we gewoon deze wedstrijd gaan spelen. Dan deze en dan die wedstrijd tegen AZ. Dus gewoon de 2 wedstrijden tegen Arsenal en AZ. En dan deze bovenste 2 simuleren. Ik denk dat het dat gaat worden. Even kijken. Ja, we hebben dus nu Vitesse. Daarna hebben wij een wedstrijd dus tegen... Hoe heet het? Tegen Twente. Twente zit ergens onderaan. Maar ja, ik ga gewoon deze wedstrijd simuleren. Even kijken. Zit de opstelling goed? Nou, ik ga nog wel heel veel snel aanpassen. Nou, ik heb eigenlijk helemaal niks aangepast, want volgens mij heb ik het vorige keer al gedaan. Ik zag heel veel spelers zoals Gabriel die normaal gesproken in de basis staat, maar die best wel uitgeput was. Dus ja, met deze spelers gaan wij doen. Frimpong in de basis, Schuurs in de basis. Even kijken wat hebben we nog meer. Gravenberg, Iatade en Mohamed Kudus in de spits. Dan gaan wij de wedstrijd simuleren. We spelen thuis en ik verwacht gewoon dat we gaan winnen. Vitesse is niet super goed, maar ze zijn ook niet per se heel slecht. Maar we hebben wel een beter team. Ja, lekker jongens. We winnen met 3-0. Iatade, Kudus en Gabriel met de doelpunten. En dan zijn we weer door naar de volgende ronde in de KNVB. Dan hebben wij dus zometeen een wedstrijd tegen FC Twente. En die wedstrijd tegen FC Twente moeten we ook gewoon gaan winnen. Ik weet niet echt waar ze staan. Ik ga het wel heel veel snel checken. Ik denk ergens onderaan. Want ja, voor mij zijn ze ergens onderaan. Even kijken hoor. Oh ja, ze staan 12e. Dus die wedstrijd gaan we sowieso simuleren. We staan momenteel trouwens eerste. We hebben 3 punten meer dan PSV. En 5 punten meer dan Feyenoord. En ook nog even heel veel punten meer dan AZ. Dus we gaan best wel lekker. We moeten nog gewoon even volhouden. We hebben nog 9 wedstrijden te gaan. Dan zit het seizoen er alweer op. En als wij gewoon door kunnen blijven gaan met hoe we nu aan het spelen zijn. Want we zijn echt lekker in vorm. Dan moet het gewoon goed gaan komen. We hebben nu de wedstrijd tegen FC Twente. En na deze wedstrijd hebben we dus 4 dagen. Dus dat is echt heel erg chill. Want dan kunnen we spelers even uitrusten voor de volgende wedstrijd tegen Arsenal. Maar ik ga alsnog wel even wat spelers laten rusten. Want mijn team is best wel uitgeput zoals ik hier zie. Dus ik ga nu even de opstelling klaarzetten. Dit is het team waarmee wij de wedstrijd ingaan tegen FC Twente. Ik heb heel veel spelers er weer ingezet. Ik heb namelijk Montiel rechtsback. Ik heb Dest even op links gezet. Van Heusden erin en Schuur zat er ook in. Verder heb ik Eitingen ingezet. Tadic gewoon op CRM. Anthony rechts. Promes links. En dan Suárez in de spits. En dan gaan we deze wedstrijd gewoon weer lekker simuleren. En dan verwacht ik gewoon weer dat we gaan winnen. Want Twente is ook helemaal niet zo goed. Ze staan 12e. Wij dus eerst. En wat gaat het worden? Het wordt 0-3. Hartstikke lekker jongens. Suárez weer met 2 doelpunten. En Tadic ook met de doelpunt. Maar ja, die Suárez jongen, hij is zo lekker bezig. Sinds we hem hebben gekocht. Dus in de winterse transferperiode heeft hij al zoveel gescoord. Echt niet normaal. Ik ga even snel kijken hoeveel doelpunten hij nu inmiddels heeft. Want hij heeft er echt al veel. Even kijken. Waar zal die staan? Ik ga trouwens even op doelpunten sorteren. Want dan staat hij wat meer bovenaan. Ja, hij staat hier. Ja, er staat dat hij veel meer doelpunten heeft. Maar de Champions League kunnen we eigenlijk niet echt meetellen. Want dat heeft hij natuurlijk gedaan bij Barcelona. Dus hij heeft bij Barcelona alleen in de Champions League in 6 wedstrijden 8 doelpunten gemaakt. Maar bij ons is in 5 wedstrijden in de Eredivisie 8 doelpunten 1 assist. In de Europa League 2 assistjes. En dat was het dan. Dus hij doet het sowieso echt super goed in 5 wedstrijden. Dus even kijken. 5... 6, 7 wedstrijden, 8 doelpunten en dan 3 assisten. Dus het gaat heel erg lekker. Zijn cijfer is ook een 8,4 gemiddeld. Dus dat is echt heel erg goed. En hij gaat sowieso nog door. We hebben dan nu de wedstrijd tegen Arsenal. We hebben even 4 dagen rust. Dus we gaan even simuleren. Dan ga ik even de opstelling klaarzetten. En dan laat ik die zien en dan gaan we daarna naar de wedstrijd toe. Dit is het team waarmee wij de wedstrijd ingaan tegen Arsenal. Ik heb een paar wissels erin gezet. Nou, gewoon een paar aanpassingen. Ik heb Schuurs bijvoorbeeld ingezet in plaats van Van Heusden. Schuurs is net wat groter en ik denk dat dat misschien net wat beter is tegen Arsenal. Verder heb ik ook Douglas Luiz erin gezet in plaats van Martinez. Want ik denk dat dat ook wel gewoon handig is. Voor de rest heb ik wel gewoon de beste elf erin. Oh ja, ik heb trouwens ook Neres op links gezet in plaats van Promes. Omdat Promes, ik wil hem eigenlijk ook gewoon gebruiken voor de volgende, want hierna hebben we namelijk ook AZ. Maar ik wil weer even doen met Neres op links en Anthony op rechts. Want dat ging vorige keer wel heel erg goed.
Nou, deze wedstrijd hebben wij dus ook de wedstrijd tegen AZ. Echt, we hebben maar 2 dagen dus ik dacht, ja, dan laat ik Van Heusden en Martinez ook eventjes op de bank zitten. Want dat is wel erg handig. Want Martinez heeft niet superveel uiteindelijk vermogen na 86. En Vlomens heeft 84 op zich best wel veel. En Van Heusden heeft ook niet superveel. Maar in ieder geval, met dit team gaan we dus de wedstrijd in tegen Arsenal. Ik ga er nu heen en de secret daar. Oké, hier zijn we dan bij de wedstrijd tegen Arsenal. En we spelen dus uit. En ja, ik zie hier al Coman. Die heeft dus. Of het is geen Coman, het is Alaba. Alaba dus bij Arsenal natuurlijk een goede speler van Bayern München. Maar die zit hier dus nu. Hier zien wij ons team. We zien hier Gabriel. We zien Anthony. Ik denk Neres of zo. Maar in ieder geval, we moeten gewoon echt ons best gaan doen. En ik hoop minimaal gelijk te kunnen spelen hier uit bij Arsenal. Dit is trouwens wel echt heel mooi zo, dat stadion van Arsenal. Zo, dit ziet er wel vet uit. Maar in ieder geval, Arsenal is natuurlijk wel goed. Maar wij zijn ook heel erg goed. En dat is wel gewoon een goede wedstrijd te spelen. En met Suarez natuurlijk in de spits die er misschien wel weer even eentje inknalt. Want dat doet hij bijna in elke wedstrijd gewoon. Maar ik zie echt wel dat wij gewoon kans kunnen hebben tegen Arsenal. Dat is wel gewoon een goede wedstrijd te spelen. En deze wedstrijd gewoon minimaal gelijk kunnen spelen. Dan in de volgende wedstrijd, de thuiswedstrijd, het gewoon afmaken en winnen. Dan zie ik ons gewoon wel rustig doorgaan naar de volgende ronde. Hier zijn we op de aanval. De Tadic aan de bal afleggen hier anders. En Gabriel schiet maar. En die belandt in de handen van de doelman. Hier zijn we op de aanval. Neres schiet maar van deze afstand. Lekker jongens. We staan nu al gewoon 1-0 voor tegen Arsenal. We hebben nog bijna geen kans. Schat Arsenal eigenlijk ook niet echt. Allebei denk ik één kansje. En die zijn we dan in één keer uit het niets gewoon op de aanval. En één keer scoren we ook gewoon. En David Neres die dan doet. De linksbuiten van deze wedstrijd. En volgens mij Tadic of Suarez met de assist. We gaan dit even de herhaling kijken. Ja, hier zien we dus. Ik denk dat Suarez was. Die legt die bal af. Een andere speler die laat hem lopen. Volgens mij liet Tadic hem gewoon lopen hier dan. Of nee, wacht. Suarez liet hem lopen. En ja. Neres die pakt die bal lekker, neemt er goed aan en zit hem nog elkaar die hoek in. En dan staan we nu gewoon al gelijk, echt, we hebben net een kwartiertje gespeeld, met 0-1 voor tegen Arsenal. Zo, en hier in één keer Arsenal, hier zijn ze weer met de bal. Oh, Nana jongen, lekker hoor. We gaan hier de tweede helft in en we zijn met 0-1 voor tegen Arsenal. Dus dat gaat best wel lekker. We hebben niet super veel kans gehad en hetzelfde geldt voor Arsenal. Gewoon een paar kansen, maar niet per se hele grote kansen. We hadden tenminste wel nog even dat doelpunt, dus dat is wel heel erg chill. In de tweede helft moeten we eigenlijk gewoon zo door blijven gaan, maar we spelen wel gewoon goed. Het gaat gewoon een beetje op en neer. Elke keer worden we allebei weer gepakt bij de verdediging. En ja, dan kunnen we opnieuw weer een aanval voorbereiden. Zo gaat het eigenlijk de hele keer, want bijvoorbeeld zijn ze nu op een aanval, geven ze die bal voor. En nu is het wel wat goeds. En nu gaat het gewoon op de paal. En wat is dit? We staan gewoon gelijk. Echt jongen, Arsenal met de eerste grote kans van de wedstrijd en die van dan in de tweede helft. Dit was echt een hele grote kans en die voorzet was echt heel erg mooi hoor. Daar niet van. We gaan even de herhaling kijken. Ja, van deze afstand geeft die speler die bal heel goed voor. Die andere speler, nummer 36 of 34 is het, die schiet die bal heerlijk gewoon. Die raakt hem echt gewoon perfect. Maar ja, Onana die hield hem in eerste instantie nog wat tegen, niet tegen de paal. Daarna beland die bal bij Pepe. En die zit er meteen. En dan staan we nu wel weer 1-1. Maar ja, we moeten nu gewoon zorgen dat we of 1-1 blijven. Of dat we weer gewoon die voorsprong gaan pakken. Want op zich, we hebben wel gewoon een paar kansjes. Maar niet per se hele grote kansen. Maar als we nog gewoon wat goeds kunnen creëren. Dan is het natuurlijk mogelijk. Hier is Arsenal. Lekker verdediging. Lekker weer verdediging. Keepertje. En we hebben die bal goed weggewerkt. Maar Arsenal is nu best wel gevaarlijk in de laatste paar minuten. We hebben nog ongeveer 5 minuten te gaan. En we moeten het echt even volhouden. Want... ja, als we verliezen, dat echt heel erg jammer zijn. Oké, heel lekker gedaan, Montiel. We hebben nog een paar seconden te gaan en dan worden we afgefloten. We zijn nog steeds 1-1 en ja, in de eerste half hadden we echt wat beter. Oké, er is afgefloten. Maar ja, in de eerste half hadden we echt wat beter dan Arsenal. We stonden ook voor met 1-0. Toen in de tweede helft ging Arsenal ineens heel goed voetballen. Ze kwamen heel vroeg alweer op een gelijkspel, echt in de 48e minuut of zo. Maar net echt de laatste 20 minuten waren ze super goed aan het spelen. Ze hebben echt best wel veel grote kansen gehad. En eigenlijk mogen we wel van geluk spreken dat er bij een 1-1 gelijkspel is gebleven. Dus ja, die deur moeten wij gewoon zorgen dat we hebben gewonnen. Ja, trouwens, we hebben nu gewoon een gelijkspel, dus dat is eigenlijk best wel goed. We hebben gewoon een uitdoelpunt te pakken, dus dat is hartstikke mooi. Maar de volgende wedstrijd, dus de return, dat is de thuiswedstrijd. Die moeten we dan eigenlijk gewoon winnen. 1-0 of 2-0, maakt niet uit. Zolang wij maar gewoon winnen. Als we gelijk spelen en het blijft 0-0, vind ik het ook goed. Want dan heeft Arsenal tenminste geen uitdoelpunt. We gaan het allemaal zien. In ieder geval, het was op zich een best wel goede wedstrijd. We hebben nu de wedstrijd tegen AZ en we hadden echt maar 2 dagen dus tussen de wedstrijd van Arsenal en AZ. Dus mijn spelers zijn echt heel erg uitgeput. Dit is de opstelling waarmee we gaan spelen. Ik heb een paar wissels gedaan. Ik heb bijvoorbeeld Vertonghen op de bank gezet. Ik heb even kijken, Gabriel op de bank gezet. En verder heb ik ook nog Anthony en Tadic op de bank gedaan. Maar ja, ze zijn gewoon niet fit genoeg. Ik heb Van Heusden dus rechts, Schuurs links. Verder heb ik Martinez en Gravenberg als de verdedigende middenvelders. In de spits heb ik wel gewoon Suarez gelaten, want die moet gewoon even weer wat doelpuntjes gaan maken. Links Promes, rechts Neres en in de midden dan Iatade. En dan ga ik gewoon in de loop van de wedstrijd, ga ik denk ik Neres, Suarez, Firpo of Montiel gewoon even die spelers eruit halen.
om die ook even te laten rusten. Want we hebben zometeen ook alweer de return tegen Arsenal. Maar met dit team gaan we dus een wedstrijd in tegen AZ. AZ staat momenteel vierde, wij zijn eerste. Dus het gaat een lastige wedstrijd worden. Oké, hier zijn we dan bij de tijdwedstrijd tegen AZ. En wij zijn dus eerst, zoals ik net zei, AZ vierde. Maar het scheelt wel 10 punten. Dus we hebben op zich gewoon een goede voorsprong op hun. We zijn ook 3 punten voor op de nummer 2. Dus we gaan gewoon lekker. We moeten gewoon blijven winnen. En ook deze wedstrijd moeten we blijven winnen. Want we gaan natuurlijk gewoon weer voor het kampioenschap. In ieder geval, we hadden al tegen AZ gespeeld. Een uitwedstrijd natuurlijk. En die hadden wij gewonnen, dacht ik. Volgens mij echt met... Ik dacht volgens mij iets met 4-0 of zo. Was best wel een goede overwinning. Ja, we hadden sowieso die wedstrijd gewonnen. Dat weet ik denk ik wel nog zeker. Maar in ieder geval, nu hebben we de tijdwedstrijd. We moeten gewoon weer goed spelen. En dan gaat het zeker weten goed komen. Man. We zijn ook echt heel erg in vorm. Suarez is natuurlijk in de spits die misschien wel weer eventjes 1 of 2 doelpuntjes kan meeprikken. En misschien zelfs 3. We gaan het allemaal zien. Hier zijn we op de aanval. Iatade hier. Oké, dit pakt de lijn nog wel goed uit. Afleg hier maar Suarez, schiet maar Iatade. Dan de doelman die bal heel makkelijk gewoon kan vangen. Oké, hier is AZ op de aanval en daar aan de andere kant op het open spelen helemaal vrij. Hier kan hij schieten. Lekker gedaan, Onana. Oké, hier opnieuw een goede steekpas naar Iatade. Oké, even inhouden, afleggen anders maar weer hier en dan doorgeven. Ah, zo zonde weer, maar we hebben nog steeds de bal. Even kijken, wat kunnen we doen? Ja, hier dan. Oh, wat is dit even heel erg lekker, jongen. Dit is niet normaal. Hoe Suarez daar tussen komt, dat is echt gewoon niet normaal. Ja, maar ja, we staan 1-0 voor. Echt een prachtig doelpunt van Suarez natuurlijk. Niemand anders dan Suarez. We gaan echt die aan kijken, want dit was echt heel erg goed gedaan. Even kijken hoor. Ik heb geen idee wie een paas, maar in ieder geval die bal naar Suarez. En in één keer is hij gewoon tussen die twee maar door. Hij neemt die bal aan. Dus zat voor hem iemand en achter hem iemand. Nou, hij neemt die bal aan. Die voor hem was hij bijna al kwijt. Dan draait hij zo heel lekker weg tussen die twee door. En dan staat hij zo in met de keeper. En dan zit hij hem eigenlijk gelijk er al zo wat in. En dan staan we nu gewoon met 1-0 voor. Doet echt een prachtig doelpunt van Suarez. Oké, hier een hele goede paas. Kan Suarez langs zijn verdediger komen? Nee, oké, dat kan niet, jammer genoeg. We zitten net in de tweede helft en we spelen natuurlijk supergoed. De eerste helft was sowieso voor ons. En de tweede helft moet dat ook gewoon zijn. We moeten gewoon zo door blijven gaan. En dan verwacht ik gewoon dat we uiteindelijk gewoon gaan winnen. En eigenlijk verwacht ik ook nog wel even dat we er een doelpuntje bij kunnen gaan scoren. Oké, hier dan. Hele goede paas naar Suarez. En kan hij nog snel schieten? Ja, dat kan hij natuurlijk. En er staat 2-0 door een tweede doelpunt van Suarez. Jongen, dit is niet normaal. Suarez is sowieso mijn beste aankoop ooit. Hij heeft nu al 10 doelpunten gescoord in de Eredivisie. In 6 of 7 wedstrijden. Dus dat is echt bizar gewoon. Hier gaan we even naar aan kijken. Dus Iatade met een hele goede steekpas naar Suarez. Ik dacht misschien dat Suarez hem nog net niet kon raken. Maar hij weet hem nog net op tijd. Net iets eerder dan dat de keeper erbij was. Weet hij hem nog net te schieten. En die zit er dan natuurlijk in. En dan staan we nu gewoon 2-0 voor. Oké, hier dan op de aanval opnieuw met Mohamed Kudus inhouden. En plaats het anders maar gewoon. Dat zou kunnen. Oh, wat een slecht schot. Die gaat echt kaart over. Oké, we zitten nu in de extra tijd van de wedstrijd tegen AZ. En we gaan echt heel erg lekker nog een paar seconden te gaan. Nog ongeveer 30 seconden. En dan wordt er afgefloten. We staan dus met 2-0 voor. Hier de AZ met de voorzet, maar de verdediging. Schuurzy die bal heel lekker controleert. En dan wordt er nu afgefloten. We winnen dus met 2-0. En echt heel erg verdiend. We hebben echt heel erg goed gespeeld. Eigenlijk vanaf minuut 1 al tot gewoon het einde van de wedstrijd waren wij gewoon de betere ploeg. AZ heeft bijna niks kunnen doen. Ze hebben ook echt bijna geen kans gehad. Misschien 2-3 schoten of zo. En wij hebben best wel wat goede schoten gehad. En daarom hebben we ook gewoon echt gewoon lekker gewonnen. Heel erg verdiend. Dus het is heel erg lekker. 3 hele goede punten erbij. We zijn weer terug en over 3 dagen hebben wij dus een return tegen Arsenal. We gaan nu even snel trainen en even kijken wat ik zal doen. Oh ja, dit is natuurlijk... Ik had natuurlijk trainingssessie 2, maar Sepp van den Berg is natuurlijk voor iets van 2 maanden geblesseerd. Dus ik heb later even deze trainingssessie 2 gemaakt met Montiel en Gravenberg die ik opnieuw ga trainen. Ga ik nu even trainingssessie 3 doen en dan doe ik later nog even snel trainingssessie 1. Van der Meer zijn balbeheersing gaat omhoog, hartstikke lekker. Zijn uitdagingsvermogen is inmiddels ook weer 2 omhoog gaan, dus dat gaat wel lekker. Want daarvoor heb ik ook die makkelijke trainingssessie, omdat zijn uitdagingsvermogen heel erg laag is. En die wil ik natuurlijk echt omhoog krijgen. We hebben een berichtje gekregen van Jan Vertong en hij zegt dat als ik hem niet vaker selecteer, dat hij weg wil gaan. Nou, op zich zou ik dat niet heel erg vinden, ik vang ook nog eens wat geld voor. Maar ik zeg dit even, want nu heeft hij natuurlijk wel nog een plekje. Maar ja, volgend seizoen denk ik dat Vertongen net niet meer goed genoeg is. En dan wil ik meer gaan spelen met Schuurs op rechts en dan Van Heusden of Van Heusden rechts en dan Schuurs links, zoals ik eigenlijk nu deze wedstrijd heb gespeeld. Zo wil ik het eigenlijk gaan doen. In ieder geval, we hebben dus een wedstrijd zometeen tegen Arsenal. Ik ga even verder simuleren, dan zet ik de opstelling klaar. Dan laat ik die zien en dan gaan we dan naar de wedstrijd toe. Dit is het team waarmee wij de return ingaan tegen Arsenal. Ik heb even kijken, ik heb gewoon eigenlijk iedereen erin gezet. Ik heb Vertongen dus in de basis gezet.
En ik heb Van Heusen er dus in gezet. Dus Van Heusen en Vertonghen in de centrale verdediging. Martinez CVM samen met Gabriel. Tadic erin, Promes links. Anthony rechts. Want Davinet is best wel weer uitgeput. En Suarez gewoon in de spits. Dus met dit team gaan we de return in tegen Arsenal. Ik ga er nu heen en dan zie ik jullie daar. Oké, hier zijn we dan. De return tegen Arsenal. We spelen dus thuis. En de uitwedstrijd was dus geëindigd in 1-1. Zoals we net dus allemaal hebben gezien. Maar ja, we speelden op zich niet slecht. Maar in de tweede helft speelden we wel wat slechter dan Arsenal. Want Arsenal ging in de tweede helft ineens echt heel erg goed voetballen. En terwijl we in de eerste helft wel echt gewoon beter waren. Maar als wij nu gewoon een goede wedstrijd kunnen spelen. En Suarez die ook weer gewoon lekker gaat spelen. Net zoals tegen AZ. Dat hij er weer misschien 2 inbrengt. Dan zou het helemaal goed moeten komen. Ik kom natuurlijk kijken. Als het 0-0 blijft gaan we door. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar het liefst winnen we gewoon met iets van 1-0 of 2-0. Of 3-0 misschien wel. Maar in ieder geval, we gaan gewoon ons best doen. En hopelijk gaan wij gewoon door naar de volgende ronde. Oké, hier een pass naar Suarez en hij is zo goed als door. Gelijk, schiet maar gewoon. En hij schiet natuurlijk maar de keeper met een goede redding. Dus dit was onze eerste grote kans al. Gelijk in de 4e minuut. Hier een hele goede pass van Suarez naar Promes. Promes is natuurlijk snel. Maar die verdediger is ook snel. Maar dat doet hij even heel erg lekker hoor. Oké, hier zie ik iemand weer aankomen. Dat is Gabriel. Afleg hier dan op Anthony. Kijk, wat kunnen we doen? Ja, het staat een beetje lastig allemaal, want Arsenal staat hier heel compact. Oké, hier dan. Suarez draait maar gewoon. Schiet maar en de keeper met een goede redding. Oké, hier dan. Dit is een goede paas. Lekker, jongens. Wat een doelpunt. Tadic volgens mij, hè? Ja, het is Tadic natuurlijk. De echte Ajax die het doet. Wat lekker, jongens. 1-0 voor. We zijn nu, denk ik, een kwartiertje begonnen of zo. 20 minuten. Ik heb het niet echt goed gezien, maar dit was echt een hele lekkere aanval. En ook een heel lekker doelpunt. We gaan even de herhaling kijken. Dus Promes. Nee, het was niet Promes. Ik denk Suarez met de assist dus. Die legt hem heel lekker op Tadic. Tadic rent een stukje door. Schiet hem dan heel erg lekker die hoek in. En dan staan we nu dus gewoon met 1-0 voor tegen Arsenal. Hier is Arsenal in één keer erdoor. Lekker, Onana. Oké, hier Gabriel. Schiet maar gewoon. Wat een knal. Ja, die ging echt kaart over. Oké, hier dan lekker afgeven. Anthony is zo goed als door. Lekker, jongens. 2-0. Ja, we gaan echt zo lekker. We spelen echt supergoed. We zitten in de 22e minuut. En staan nu al 2-0 voor. We zijn echt beter dan Arsenal nu, hoor. Dat merk ik zo erg. Arsenal heeft misschien 1 of 2 kansjes gehad nu. We hebben er nu echt al veel meer. Maar hier gaan we verder aan kijken. Dus Anthony naar Suarez, naar Tadic. Tadic leegt hem weer af op Anthony. En Anthony op zich best wel een lastige plek om te schieten. Vooral met die verdediger die zo bij hem liep. Maar alsnog wist hij hem goed te schieten. En zit hij gewoon perfect in die kruising. En ja, daar staan we nu 2-0 voor. En het ziet er eigenlijk best wel goed uit. Hier dan. Dit is niet te geloven. 3-0. Suarez met alweer zijn tweede. Of nee, het is volgens mij Suarez met zijn eerste. Laat me. Want Tadic had als eerste gescoord. Toen Anthony, dan nu Suarez. Maar we staan gewoon 3-0 voor tegen Arsenal. We zijn echt super goed aan het spelen. Ja, ons team is ook zo goed. Hè. Het is echt niet normaal eigenlijk. Hier gaan we even de herhaling kijken. Dus ja, we waren op de aanval. Ik dacht, gaat het dat worden? Arsenal is natuurlijk goed aan het verdedigen. Maar in één keer paaste ik met, ik denk, Tadic. Ja, met Tadic paaste ik die bal naar Suarez. En Suarez stond hier op een best wel lastige plek. Met 2-3 verdedigers om hem heen. Maar alsnog weet Suarez gewoon staande te blijven. Hij weet die bal aan te nemen. En hij weet hem zelfs nog ook even te scoren. Ja, Suarez is echt super goed. Hij is nog steeds 86 rating. En hij is echt zo goed gewoon. Sowieso de beste aankoop voor Ajax nu in ieder geval tot nu toe. En hij doet het echt super goed. We gaan nu de tweede helft in en we zijn met 3-0 voor. We spelen echt super goed gewoon. Eigenlijk vanaf seconde 1. Ze hebben de betere ploeg. Arsenal heeft wel wat kansjes gehad en wat aanvallen. Maar niet per se hele grote kansen. Wij zijn gewoon veel beter. En dat moeten we in de tweede helft ook gewoon volhouden. Want ja, eigenlijk zijn we al door. Er gaat echt niks meer veranderen. Ik zie Arsenal echt geen 3 doelpunten maken. Dus ja, eigenlijk, ik kan er wel vanuit gaan dat we al door zijn. Dat we eigenlijk gewoon al doorgaan. Maar ik moet ze niet te onderschatten. Ik moet niet al denken van ja, we zijn er, we zijn dan. Voor hetzelfde geld gaan ze in één keer wel super goed voetballen. Maar in ieder geval, gecombineerd is het dus nu 1-4. Dus ja, we staan echt heel erg veilig. Hier zijn we de aanval. Ja, oké, ja, slechte pass van Tadic. In ieder geval, we moeten gewoon zo door blijven gaan met voetballen. En dan gaat het gewoon helemaal goed komen. Oké, hier zijn we de aanval. Anthony komt hier heel lekker door. Schiet en dan Leno met een hele goede redding. Zo, wat lekker dit, hé. Maar die had gewoon op de lat. Deze timeshooting, jongen, die was gewoon echt perfect. Oké, we zitten nu in de extra tijd van de wedstrijd. We zijn niet opnieuw op de aanval, maar Arsenal zit gewoon helemaal te verdedigen. Zijn echt met 10 man hier achterin. Hier dan Anthony schiet maar gewoon van deze afstand. En die belandt dan in de hand van de doelman. We hebben dus nu, ja, dat kan elk moment worden afgefloten. Dus fluit maar af. Ja, oké, lekker. Er is afgefloten. We winnen dus met 3-0. In de eerste helft hebben we echt heel goed gespeeld en hebben we ook 3 keer gescoord. In de tweede helft speelden we nog steeds goed, maar ja, geen doelpunten dus. In totaal hebben we dus met 4-1 gewonnen. En we gaan echt meer dan verdiend gewoon door naar de volgende ronde. Laatste 16. Hoe was dit nou de laatste 16? Ja, dit was de laatste 16. En dan hebben we nu dus een kwartfinale. Nou, we gaan binnenkort zien wie onze tegenstander gaat worden. Maar in ieder geval, we zijn gewoon hartstikke verdiend door naar de volgende ronde.
We zijn dus door naar de volgende ronde in de Europa League. Wie onze tegenstander gaat worden, dat gaan we zien in de volgende aflevering. We gaan nu heel snel naar het kantoor toe. Dan gaan we even kijken wat ze allemaal te zeggen hebben. Nou, Des is in ieder geval blij dat hij mocht spelen. Nou, ga zo door. En even kijken wat hebben we nog meer prijs gehad voor het toernooi. We hebben 1,1 miljoen. Nou, hartstikke mooi. Dat hebben we er ook weer bij. We hebben echt een heel erg hoog transferbudget. We hebben nu momenteel 152 miljoen. En een salarisbudget van 650.000. Dus dat is echt heel veel geld. Even kijken. Ja, we staan dus gewoon lekker eerst. We hebben dus 3 punten meer dan PSV. Die namelijk tweede staat. En we hebben dus, even kijken, 5 punten meer dan Feyenoord. En even kijken, 11 punten meer dan AZ. Dus we gaan gewoon heel erg lekker. We moeten ook gewoon echt zo door blijven gaan. En we hebben nog even, denk ik, 7 wedstrijden te gaan. En dan zit het seizoen er alweer op. We hebben dus in de volgende aflevering natuurlijk weer wedstrijden in de Eredivisie. En dan gaan we natuurlijk de kwartfinale van de Europa League spelen. In de volgende aflevering gaan we dus ook zien wie die tegenstander is. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En zet ook even dat belletje aan. Want dan krijg je natuurlijk een melding wanneer ik live ga. Of wanneer ik een nieuwe video upload. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.